boat. Yeah. Of rowing in a golf. Yeah. Let's not get stuck. Let's not ruin a good day. How high is that ledge? Yeah, that's pretty high. That's pretty high. Maybe a bit too high. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze vlog. Een kleine recap van de vorige episode. We sloten ons Sydney-avontuur af bij Evita in de Opera House. De ochtend daarna reden we ongeveer 100 kilometer naar het westen, de bergen in. We werden opgehaald door Jordi's familie waar we een weekje mochten blijven. En onderweg naar huis maakten we een paar leuke stops. Bij een unieke buitenrestaurant en in een wildlife park vol Australische dieren. Ik zie koffertjes staan. Karen. Tasje. Hey Karen. Oh, oké. We'll be out of time. I'll see you in a minute. Awesome! Nou, echt goede timing. We worden gewoon nu opgehaald om de bergen in te gaan met Jordi's, wat was het? Je second cousin? Ja. Jij, zijn we, man? Ja, een of andere reclaimed industrial place. Right. Waar een soort eight ding van gemaakt is. Urban Dingo. Maybe we should switch to English. Ja, yeah, oké. Okay. A bit. Wil je helemaal voor de vlog? Ja, yeah, gonna try. And otherwise we have an English part in the vlog. Yeah. So we're here with Jordi's family. His second cousin lives in Blacksland in the Blue Mountains. Blacksland. Yeah, all right. And we're staying with them for a few days. We're starting off with an awesome stop here for lunch in this secret garden. So yeah, and it's called the Grounds at Alexandria. We're gonna have some pizza. Super awesome. Yeah. Wildlife park. So we're going to see kangaroos. Finally. 1, 2, 3. Yay! Oh, they look alive. Yay! Ook slaapt. Met koalas. Ze lekker aan het eten. Zijn bij de kangaroes. Zijn dit soort mooie beesten? Echt prachtig. Heerlijk hier in de bergen. We zijn nu in de Blue Mountains. En ik sta voor het huis van Karen. En zij heeft haar huis voor ons een weekje opengesteld. Zodat wij bij haar kunnen zijn. Terwijl wij op de bergen gaan ontdekken. En ik dacht, ik laat heel even zien waar wij precies logeren. Recentelijk heeft ze net huis ook deze super toffe kleur blauw geschilderd. En ze is bezig om een tuin aan te leggen. En dan de eerste kamer waar we in gaan is de woonkamer. Dit is een hele goede plek om gin en tonics te drinken 's avonds. En in de keuken staat Jordi. Ontbijt maken. Ja, Jordi is Mr. Breakfast hier. Keuken dus. De badkamer. Super nice. Dit is Karen, haar slaapkamer. Maar ja, ze heeft hem aan ons
uitgeleend, dus wij slapen hier. Super chill bed. Slaapkamer, dit is de slaapkamer. Ja, wat wil je vertellen over de slaapkamer? Ja, het verbaast me gewoon dat iedereen die bezoeken gewoon hun eigen slaapkamer gewoon zegt, gaan jullie hier maar slapen en zichzelf dan op een logeerbed leggen. Maar, ja, het is echt zo lief. Het is echt super lief. Hey! Hey! Ja! Ja! We're having our first breakfast at Karen's. She made me a sandwich with Vegemite. Vegemite sandwich? Yeah. So this is typically Aussie. And I'm gonna try it and I'm a bit scared. Because of all the stories I heard. You have to grow up with it. Yeah, okay. To like it, to appreciate it. So, no. Yes. There we go. So that's a big bite. Oh. Your face says you don't like it. It's a bit salty. Mm. Yeah. That's it. Yeah. Het weer in de bergen was fris, regenachtig en mistig. Maar toch nam Karen ons mee naar enkele uitzichtpunten in de Blue Mountains. Het was prachtig. En het leverde ook nog een paar mooie plaatjes op. We zijn bij Lincoln's Rock. Bergmeertje. So Karen brought us here today. Hi. How do you say it, scenic point? It's a scenic point. Het lijkt alsof er iets in de fik staat, maar het is het haar gewoon wolken. Dichterbij. Oh, that looks really cool here. We're the Three Sisters. We zijn bij de Drie Zussen. Drie bergtoppen. Ik denk, ik vertel het maar. Want zien zullen we het niet. Het is best wel mistig. Het is echt grappig. Je ziet daar een hele groep mensen staan. En er zit daarna gewoon wit. Ja. Het is gewoon wit. Dit is het. En dat is ergens achter de wolken. Waar gaat iedereen uit te schreeuwen? The clearing up. Ja, het clearing up. Oh. On the right. Yeah. Evans, look out. Evans, look out. Oh my days. Ooh. Ik weet niet zo goed dat ik moet checken naar de camera. Als het zo mooi uitziet, dan moet ik iets wat ik allemaal zie. Ja. Yeah. The rainbow in the. Yeah. Awesome. Ontdekt dat wij van lekker eten houden en vond dat wij Yum Cha wel een keer moesten proberen. Wij hadden geen idee wat dat was, maar wij stonden wel open voor een traditionele Chinese brunch met dimsum en thee. Ik kan je zeggen, we waren redelijk overweldigd door wat er in korte tijd op ons afkwam in het restaurant.
Yumtja was een bijzondere ervaring. De dochter van Karen, Ellie, en haar man Luke namen ons ook mee naar een unieke eetervaring. Zij brachten ons in Sydney naar Spice Alley, een klein straatje vol met allemaal Aziatische restaurantjes. It's all about the bumps in your heart. Ja, honger van hier lopen. Het is zo'n leuke vibe hier. Het is hier zo'n leuke sfeer. Alles zit Aziatische en mensen eten buiten. Je kan een beetje van het ene raampje halen van het andere raampje. Gewoon lekker mixen en proeven. En daar hou ik ook van. Dus we zijn er bij een ander tentje even wat ander eten aan het halen. En dan gaan we zo Look at this. Mira, do you want to try? Yeah. Then my minutes let you decide which one you want. Oh, I like it. Do you want to have that? Yeah. Isn't that like it, huh? Yeah. Look at all the food we have. We have way too much food. I can't rap for the music. So, thanks for lunch, you guys. Yeah. No worries. The best moment to film someone, eh? When they're eating. Met een goed gevulde buik naar de Queen Victoria Building. Dit winkelcentrum is een bezienswaardigheid in Sydney, want deze mall heeft vloerbedekking, kroonluchters en gouden versiersels. Bij Hillsong. En Hillsong is een internationale kerk en ze maken super vette muziek. En we zijn hier gewoon bij de originele kerk. En er zijn heel veel Hillsong kerken over heel de wereld. Maar we zijn nu bij de kerk waar het allemaal is begonnen. En we gaan naar een avonddienst. We zijn bij Hillsong dus. En het gaat regenen, dus ga maar snel naar binnen. Kijk. Het is een stadion, vriend. Speciaal voor ons vrijgenomen om op een zonnige dag het avontuur op te zoeken in de bergen. Yay, we gaan vandaag met Ellie op stap. Oh, dat komt zo. Nieuwe avontuur. Yay. Mooi hier. En we boffen zo met heerlijk weer vandaag. We can actually drive down there. Really? Yeah. Do you want to?
Yeah. We're off-road. Yeah. Off-roading in a Golf. Yeah. Not my smartest decision. Oh, check out. Like, you're going to be part of the vlog now. You've proven yourself. I am pro off-road golf driver. Yeah, we're taking this with a Golf. Oh, that's super bumpy. Oh, yeah. I think that bit might be a little bit too much for our golfy. Let's not get stuck. Let's not ruin a good day. Roll back down. We don't get too... How high is that ledge? Yeah, that's pretty high. That's pretty high. Maybe a bit too high. So pretty. Then this is like quiet. Perfect off-road drive. Onze tijd in de Blue Mountains vloog voorbij. Het was dan ook heerlijk om bij familie te zijn. En voor we het wisten pakten we onze spullen weer in en moesten we afscheid nemen van onze familie. De volgende ochtend zouden we namelijk met Jeroen op het vliegtuig stappen en naar de Australische zon gaan. En dat zie je allemaal in de volgende vlog. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond en dan zie ik je gauw weer. Marcia!